Je kunt hier ook de sporen echt zien van het dier. Hier komt hij op de oever. Ja, het zou wel heel erg toevallig zijn als je hem nu net zag, maar ik hoor de tjef-tjaf, de veldleeuwerikken die zingen hier nog volop. Af en toe de wielerwaal, ja, je kunt hier de gekste dingen tegenkomen. Water, een aanjager van waardevolle ontwikkelingen. Boswachter Evert Thomas staat bij de oorsprong van het stroomdal van de Drentse Aa. Die vennetjes hebben natuurlijk jarenlang last gehad van verdroging door de vele sloten die hier liggen. De laatste 20 jaar zijn we al bezig met het dichten van al die sloten om te voorkomen dat het water heel snel wegloopt en het gebied uitstroomt. Houden het water dus veel langer vast, waardoor al die vennetjes met die hele bijzondere plantjes, zonnedauwen, veenpluis, wollengras, maar noem maar op, dat die in ieder geval blijven. Het is goed zaken doen met mensen die allemaal het belang van water voor de natuur inzien. We hebben dus ook met de waterschappen overlegd dat we hier water vasthouden, bufferen om te voorkomen dat het water in één keer stroomafwaarts stroomt, zoals het in het verleden wel eens gebeurde, en dat de stad Groningen of Meppel wateroverlast krijgen. Dus dat is ook een heel gunstig effect. Hoe kan dit breder worden, zodat ook agrariërs en inwoners meer dan nu actief mee kunnen denken en doen? Wat is dan de kritische succesfactor? Goedemiddag festivalgangers. Welkom bij deze laatste talkshow van de dag. En we hebben niet het minste onderwerp bij de kop, zal ik maar zeggen. We gaan het hebben over het landengebied en het water. Met een prachtig introductiefilmpje. Mijn naam is Geert-Jan te Brink. Ik ben dijkgraaf bij het waterschap Hunze en Aas. Alleen zeg ik er gelijk bij, nu even niet. Ik ga het niet hebben over het waterschap. Maar ik wil graag het verhaal horen van een aantal mensen die vanuit hun eigen perspectief, vanuit hun eigen betrokkenheid bij het onderwerp, bij het landengebied, bij het boerenleven, bij het water, een input gaan hebben. Ik stel ze even aan u voor. Ik begin met Louise Bokhoven. Zij is landencoördinator van natuur, inclusieve landbouw bij de Natuur- en Milieufederaties. Daarnaast haar zit Willemien Koning, boerin, voorzitter van de vakgroep Vrouw en Bedrijf van LTO. En daarnaast ook statenlid in Noord-Holland. Dus je hebt verschillende perspectieven die je meebrengt. En naast Willemien zit Roelof Koops. Roelof speelt een beetje een thuiswedstrijd. Hij is veehouder in Eekseveen. Hij heeft een boerderij met vleeskoeien. Die verkoopt hij zelf in zijn eigen winkel. En hij zet in op streekproducten. En daar ga je straks natuurlijk vanzelf van alles meer over vertellen. En eigenlijk wil ik u ook niet vergeten, beste kijker. We hebben veel van u gevraagd vandaag. Er zijn veel onderwerpen langsgekomen. Maar aarzel niet om ook actief in deze talkshow mee te gaan doen. Want ik heb natuurlijk als host een aantal vragen bedacht. En natuurlijk zijn er heel veel, gaat er interactie plaatsvinden. Maar nog mooier zou het zijn als u ook vanuit uw eigen stoel denkt van, nou, op dit laatste half uurtje, deze laatste drie kwartier, wil ik meedoen. En heb je een brandende vraag, stel hem dan gewoon in de chat. Dan komt hij bij onze Jan komt hij terecht. En dan tikt Jan op zijn belletje. Kijk. En dan stoppen wij. En dan zijn we heel benieuwd naar wat uw vraag of opmerking zal zijn. En die nemen we dan mee in deze talkshow. Dus schroom niet en doe gewoon lekker mee met ons de komende drie kwartier. Het filmpje, ik vond het wel heel mooi. Ik vond het een mooi filmpje. Laatst ben ik daar nog geweest bij het oorsprong van het Amediepje. Prachtige betrokken boswachter. Maar ik zag weinig boeren in het filmpje. En Willemien, jij komt uit Noord-Holland. Hebben jullie daar ook zulke prachtige plekjes? Ja, absoluut. Noord-Holland heeft absoluut heel veel mooie natuurplekken. En wat in dat filmpje naar voren kwam, het vasthouden van het water in die natuurgebieden, is natuurlijk heel erg goed. En ja, ook voor de agrarische sector is dat goed, dat nu natuurgebied zich goed kan ontwikkelen. Want door die hydrologische maatregelen kunnen ook die planten die daar groeien zich beter ontwikkelen. En je hebt nu natuurlijk heel veel stikstofitems en die kritische depositiewaarde die geldt voor die natuurgebieden, dat is soms een belemmering voor de agrarische sector. Maar door die goede hydrologische maatregelen worden die plantengroei van die stikstofgevoelige planten ook heel goed bevorderd. En kan je dus met elkaar dat natuurgebied beter in stand houden. Ja, mooi. Mooi. Daar gaan we straks over verder praten. Laten we eerst beginnen met een beetje de verkenning van het speelveld. Annelietse Hiemstra zei vanochtend tijdens de opening van dit festival als burgemeester,
In Anuns heb je 1 hectare per persoon. En dat klinkt veel. Ik ben ooit burgemeester geweest van de plattelandsgemeente Slochteren. Daar hadden we dezelfde situatie. En dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar de druk op dat platteland neemt toe. En daarmee neemt de spanning ook toe op het platteland. Want iedereen wil tegenwoordig wat met het platteland. We zien hele grote ontwikkelingen. Denkt u bijvoorbeeld aan windmolens, aan zonneparken. Het kan gaan over natuurgebieden, recreatiegebieden. In deze gemeente was gisteravond nog een discussie gaande over recreatieve ontwikkeling. Maar er zijn ook landbouwbedrijven die grootschaliger willen gaan. Of juist duurzamer, lokale gericht. En ondertussen willen we dat alles biodiverser, dat het schoner wordt. Dat we in tijden van klimaatverandering voldoende en schoon water, kwalitatief schoon water hebben. En kan dat allemaal? Wordt de druk op dat platteland niet te groot, is de vraag. En tegelijkertijd wordt van boeren, zoals jullie, wat verwacht dat je je maar keer op keer weer aanpast aan de omstandigheden. Willemien gaf er net ook al een voorbeeld van als het gaat om stikstof bijvoorbeeld. En je wilt goed voedsel willen produceren voor de samenleving, voor de maatschappij. Maar wat wil de maatschappij eigenlijk van onze boeren? Waar gaan we naartoe in Nederland als het gaat om het platteland? En de andere kant is, hoe houden boeren hun gezin, hun bedrijf, hun gezin overeind? Daar gaan we het over hebben. Dat gaan we onderzoeken. En hoe kun je nu samen optrekken als boeren, boerenorganisaties, milieuorganisaties, burgers, overheid? Kun je überhaupt samen optrekken? Moet je überhaupt samen optrekken? Of is het ieder voor zich? En biedt het platteland misschien ook wel nieuwe kansen aan de deelnemers, aan de mensen die nu een boterham verdienen op het platteland? Trekt er ook weer nieuwe deelnemers aan? En kunnen we ook innovatief zijn naar de toekomst toe? Kortom, een heel palet waar je van alles van kunt vinden. En ik begin maar gelijk met te zeggen dat de oplossing niet bestaat. Maar misschien een mooi voorbeeld is Roelof Koops. Roelof is boer in Eeksterveen. Hij nam zijn bedrijf over van zijn vader en die nam het weer over van zijn vader. Dus het is van generatie op generatie. Maar Roelof runt zijn bedrijf nu anders dan zijn vader dat deed. En in ieder geval anders dan je opa het deed. Ja. Want Roelof runt het nog samen voor een deel met zijn vader. Maar het is kleinschaliger. Er zit directe verkoop op het erf. Er zit de weidevogelbeheer bij. Er zit teelt bij van het gewas voor de koeien die Roelof heeft. En ik wil graag eens even met jou gaan praten over je bedrijf, over je filosofie, over je bedrijfsvoering, hoe je het nou allemaal doet daar in Eeksterveen. Maar voordat ik dat doe, ga ik naar jouw persoonlijke object wat je hebt meegenomen. Van iedereen die moest iets persoonlijks meenemen. En Jan, ja, je moet toch wat doen joh, als moderator. Ja. Die gaat hem nu op de tafel zetten. We zien een prachtige boerenzakdoek. Ik hoop dat die schoon is, Jan. Kijk, als goed is wel. Met een kaartje erbij. Aan jou het woord. Wat zien wij? Ja, wat ik heb meegenomen is voor alle gasten hier is eigenlijk een klein attentie van wat wij zo te bieden hebben. Is sowieso een stukje informatie, de folder die je ziet. En in de boerenzakdoek, want we ademen de boeren sfeer, een boerenfamilie, zitten een aantal dingen die wij in onze winkel te koop hebben. Moet u denken aan een stukje droge worst van eigen koeien en nog wat meer streekproductjes. Eigenlijk een verrassingspakketje. Dus je kunt zeggen, pak hem uit, maar ik zou zeggen, doe het liever hier niet, want dan is de verrassing weg. Nee, maar dat zien we straks. Mooi, mooi. Vertel eens wat meer over jouw bedrijf. Ik heb een filmpje, dat heeft u thuis niet gezien, maar dat is makkelijk terug te vinden op YouTube. Waarin je open vertelde over de oude stallen, waar de koeien stonden. En vervolgens heb jij een heel ander concept, ben je met een ander concept verder gegaan. Vertel eens wat over het bedrijf. Ja, dat vergt enige uitleg. Inderdaad, mijn opa die was vroeger echt... na de oorlog was er een enorm tekort aan voedsel. Dus kwam de schaalvergroting en gemengd bedrijf had hij van oudsher. Dus echte koeien op een Hollandse stal aan de ket en aardappelteelt erbij. Dat was voor ons geen haalbare kaart, want op een gegeven moment werd Flevoland ontgonnen. En de oudste oom van mij, die zat met mijn opa in maatschap en die ging daar verder boeren. Dus de boerderij bleef bestaan en mijn vader kwam daar te wonen. Want het is een familiebedrijf en onze voorouders hebben het bedrijf gebouwd. Toch wel zonder dat het dan zou vergaan. En van lieverlee, zij zijn met de koeien die wat achter waren gebleven met het ras Piemontese gaan inkruisen. En toen kwam er wat huisverkopen. Ontstond er. En
ik heb nogal wat gestudeerd, want ik wil altijd heel graag boer worden. Als ze vroeg op school vroegen van wat wil je worden, boer? Dan zei mijn vader, nou, ga eens maar een paar jaar studeren en de boerderij die blijft wel. Want dat was natuurlijk voor hun ook. Goed, toen kwam ik van de hoge landbouwschool en toen dacht ik, nou, maar ik ga toch boer worden. En hoe gaan we dit nou oppakken? Ik had ook nog een marketing- en communicatieachtergrond. Dus we dachten, nou, als we dan iets unieks doen, iets kleinschaligs, dan hou je een niche-markt hou je vast. En dan kun je mensen dus, prima vertellen waar het voedsel vandaan komt en hoe dat geproduceerd kan worden. Bedenk wel, het is een klein product, dus het is een lokaal gericht iets. Of het moest gigantisch groot. Nou ja, dat zag ik niet zo zitten in het dorp waar wij wonen. Met een provinciaal monument heb je allerlei handvaten waarmee je een succesvolle onderneming kunt gaan runnen. Dat uitzicht dus in het verkopen van eigen vlees. En we hebben in samenwerking met de gemeente een hele bijzondere huisvesting voor onze koeien mogen bouwen. En dat springt ook wel in het oog. Dus zodoende het filmpje wat je waarschijnlijk op YouTube hebt gezien. Is dat je eerst mijn opa ziet die echt door de oude stallen loopt en vertelt hoe de koeien vroeger werden gehouden en hoe we dat nu doen. In een grote ruime potstal. Waarbij de kalfjes bij de koe blijven, omdat het een zoogras is. Dus we hebben echt zoogkoeien. En in de zomer lopen ze in het natuurgebied en in de winter komen ze gewoon weer thuis onder een grote schuur. Dus dat is eigenlijk in het korte wat we hebben qua vee. En daarnaast zijn we een aantal jaren geleden begonnen met een boerencamping. Omdat het mooi aansluit op boerderij, educatie, recreatie en vertellen wat je doet en wat voor kansen er nog meer liggen. We hebben een groot stuk natuurgebied bij waar onze koeien weiden. En de huiskavel die hebben wij als grasweide en maïsteelt. En ook nog een deel brouwgerst voor stro. Dus we zijn zelfvoorzienend, zoals je net vertelde. Kunnen verleven of heb je nog een andere baan ernaast? Op het moment heb ik een baan erbij. Ik zit in overdracht met mijn ouders. Mijn vrouw en ik zitten samen in maatschap. Dat is helaas, is wel mogelijk, wel nodig om buitenshuis te blijven werken. Zodoende kunnen we heel kapitaalkrachtig worden om uiteindelijk de overdrachtsom wat klein te krijgen en input in het bedrijf te stoppen. Mooi. En wat zie jij als je grootste uitdaging? Ga je voor de groei of zeg je van wij richten ons echt op die niche-markt en dat is het dan ook? Nou, niet zozeer de groei. Ik weet wel, toen ik net in Maastricht kwam, hoeveel koeien heb ik? Ik wil 150 koeien. Ja, maar dan heb je een getal voor ogen van ik wil zoveel koeien. Maar bedenk goed, we hebben er nu 70 in totaal. Nu is de stal vol en we hebben een goed leven zo. Onze dieren hebben een goed leven, dus genoeg aandacht voor het dier. We kunnen onze klanten bedienen. Als er een klant meer of minder is, ja, je kunt een keer een neven kopen, maar dan komt dat je een luxe product hebt. En het is eigenlijk van ons heel belangrijk dat de mensen weten dat als je met dieren werkt, dat er ook een keertje een einde aan de voorraad is. Dat is wel bewustzijn bij onze klanten. Dus als het gehakt een keer op is, ja, dan moet je wachten tot er een nieuw koe geslacht wordt. Ja, nou zei je in het voorgesprek tegen mij van ik ben niet biologisch, maar een logische boer. Ligt dat eens toe? Ja, we krijgen nogal gauw de stempel opgedrukt. Oh, maar dan ben je biologisch. Nee, we zijn niet biologisch. We zitten er wel heel dicht tegenaan, omdat we natuurlijk een heel groot deel natuurbeheer doen en hele kleine antibiotica gebruiken, zeg maar. Het gebruik is heel laag, maar we doen natuurlijk wel alles aan om goede gewassen te halen van onze landen. Dus kijk, er is een enorme grondhonger, dus land is duur. Dus je wilt zoveel mogelijk product van je land houden om je vee gezond te hebben. Dat geldt voor onze huiskavel. Natuurgebied is een ander verhaal. Dat is gewoon natuurlijk onbespoten, wordt niet bemest. Er lopen alleen maar de koeien en dat is veel verschraling, veel natuur. Dat kan op deze manier hand in hand heel goed samengaan. Maar om nou te zeggen dat ik altijd mijn voer van het natuurgebied zou willen halen, dat is niet, geen haalbare kaart. Nee, oké. Louise, als je dit zo hoort, zeg je dan van hij is toch wel heel erg wel een beetje biologisch? Absoluut. Nou ja, biologisch. Dus ja. Daar zit natuurlijk een hele certificering omheen. Maar dit is absoluut wel een voorbeeldboer. Absoluut een mooi verhaal. Dus dat, ja. Hoe kijk je in de omgeving naar jou? De boeren in Eeksterveen. Nou ken ik dat gebied ook een beetje. Er zitten ook hele andere boeren zitten in het gebied. Zeggen ze, nou die Roelof is een beetje een rare snoes aan? Nou ja, dat kan. Maar omdat wij de keuze voor niet-biologisch is daarin ook dat wij bijvoorbeeld met de lokale akkerbouwers heel veel land kunnen ruilen onderling. Ja. Dus de samenwerking is daar heel sterk. Dat betekent dus ook als ik stro moet hebben, dat ik van de buurman stro kan krijgen. En die is niet biologisch, dus dat past ons ook. Dus vast onderdeel van jouw concept is samen met de buren gewoon regionaal sterker. Regionaal denken. Is in onze zin, is voor ons de oplossing. Ja, mooi.
Ik wil eens naar Louise toe. We hebben je net even gehoord. Van harte welkom. Dank u. Dank u. Dan ga ik me gelijk heel oud voelen. Maar welkom. Mooi dat je er bent. Je bent nu een jaar bezig als coördinator natuur inclusieve landbouw bij de Natuur- en Milieufederaties. In het voorgesprek dat je hebt gehad, gaf je aan heel erg te hechten aan de plek waarin je bent opgegroeid. Ja. Dan ben ik heel benieuwd naar het object wat je hebt meegenomen, het voorwerp wat je hebt meegenomen. En Jan mag weer in actie komen. Is het al druk op de chat, Jan? We hebben een vraag. Ik ga hem zo stellen. Oké. Kijk, we zijn heel benieuwd. Ja, ik vind... of is hij goed zo? Ja, het is, ja, je mag, ja, dat is goed zo. Helemaal prima. Perfect. Ik denk dat iedereen daar wel een beeld bij kan maken wat erin zit. Geen idee, vertel. Ik ga het uitleggen. Nou, ik kom uit Gouda. Of in ieder geval, ik kom uit de buurt van Gouda. Uit Krimpenerwaard. Ik ben daar geboren en getogen. En ik heb vanochtend op de markt in Gouda een kleine Goudse kaas meegenomen. En dat is natuurlijk wel ontzettend voor de hand liggend misschien. Maar er zit wel een verhaal achter. En dat is eigenlijk dat... wat bijna niemand weet, maar dat Goudse kaas niet uit Gouda komt. Maar van oorsprong uit Stolwijk. Eigenlijk is het een Stolwijkse kaas. Omdat die in Gouda verhandeld wordt en werd. We weten allemaal dat daar een heel verhaal mee zit. En Goudse kaas overal geproduceerd kan worden inmiddels. Het is eigenlijk ontstaan in Stolwijk en in de omliggende dorpen rondom Gouda. En zo zie je dat er dus een... van vroeger al, maar nog steeds wel, een interactie is tussen stad en platteland op een bepaalde manier. En dat het dus niet altijd op de juiste manier naar voren komt of kan komen. Dus dat leek me een mooie aanleiding om mee te nemen voor vandaag. Eigenlijk zeg je ook, stad en platteland hebben elkaar nodig met dit symbool. Ja, absoluut. Er zit een wisselwerking in. Krimpenerwaard is een apart gebied. Er zit ingesloten tussen Gouda en Rotterdam. Maar ook heel erg afgesloten. Er zijn eigenlijk inmiddels 3 bruggen, maar er waren er maar 2. Het is dus best een afgesloten gemeenschap. Maar het zorgt wel voor een groot gedeelte van het eten vroeger. Nu nog steeds wat in Rotterdam en in Gouda verkocht wordt. En geconsumeerd wordt. Ik denk dat het belangrijk is om dat voor elkaar te realiseren. Daarnaast is de Krimpenerwaard wel weer een ontzettend groot natuurgebied. Een van de grootste aaneengesloten NNN-gebieden in Zuid-Holland. Niet de grootste, maar een van de grotere. En heeft daar dus ook een belangrijke functie in. Dus ja, er zitten zoveel belangen rondom die polder. Dat het is een mooi verhaal. Mooi. En het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, en dat is ook de naam. De Krimpenerwaard is ook de naam van een van onze waterschappen. Een van onze oudste waterschappen in Nederland. Ja. Schieland en Krimpenerwaard. Ja. Maar dat zei ik een beetje als dijkgraaf, geloof ik. Jan. Ja, het is niet zozeer een vraag gericht aan specifiek één spreker, maar meer een vraag in het algemeen. En die luidt als volgt. We denken allemaal in het groot, maar denken en kijken gemeentes ook naar biologisch en natuurlijke producten in de schoonmaak, om de bedrijven en het huishouden groen te maken? Voor wie is dit een mooie vraag, jongens? Willemien? Ja, ik vind het een hele goede suggestie. Want misschien is ook met dat biologisch altijd heel erg op de agrarische sector gericht. Maar het is natuurlijk ook voor de huishoudens kun je daarin van alles doen. En dan biologisch, maar ook die stap naar logisch en die stap naar streekproducten. Dus de hele idee van hoe we naar de toekomst toe om moeten gaan met de aarde en met producten... dat je dat ook in je huishouden doorvoert. Ik vind het een hele goede suggestie. Ja. En volgens mij zijn er ook hele goede voorbeelden al van biologische producten in de schoonmaakwereld. Ik wil eens een stukje naar de inhoud van Louise. Wat doet een coördinator? Wat doet een coördinator? Ja, wat doe jij als coördinator? Waar ben jij nu dagelijks mee bezig? Nou, de Natuur- en Milieufederaties door Nederland hebben eigenlijk in iedere provincie wel een aantal projecten lopen op het gebied van of voedsel of landbouw of een combinatie daarvan. Dat zijn vaak projecten die gericht zijn op participatie van verschillende groepen. Dus dat ligt per provincie net even
verschillend. In Zuid-Holland hebben we een groot korte ketenproject lopen, waarin we kijken van hoe kunnen we burgers dichter bij hun eten brengen. Maar hier in Drenthe hebben we de agenda Boer Burger Biodiversiteit. Wordt door de Milieufederaties een coördinerende rol daarin. Waarin ze samenwerken met LTO en het Agrarische Natuurcollectief. Dus we hebben in iedere provincie hebben we een aantal projecten lopen. En mijn rol als coördinator, ik ben er niet nog een jaar, nog niet een jaar trouwens. Ik werk een jaar in Zuid-Holland nu en ik ben een paar maanden als landelijk coördinator. Ja. Dus dat, maar mijn rol is om te kijken van kunnen we die projecten misschien wat meer bij elkaar brengen? Kunnen we daar met elkaar ook wat meer van leren? Hoe pakken we dat aan? En zouden we daar eventueel ook met elkaar een landelijke kop op kunnen zetten? Want dat hebben we voor het thema energie wel gedaan. Daar zijn we ontzettend actief op het gebied van burgerparticipatie. Er is eigenlijk een wens om 50% lokaal eigendom te hebben. En wij zetten daar als Milieufederatie allerlei projecten voor op om te kijken hoe we dat ook echt daadwerkelijk voor elkaar kunnen krijgen. Nou, dat zou een optie kunnen zijn. En we zitten ook te kijken hoe we dat met landbouw kunnen doen. Ook een soort landelijke ondersteuning daarvan. Mooi. Ja. Ja. Wat mij wel fascineert is, jij... Je komt zelf van een landelijk gebied. Je kwam met Goudse kaas uit een stedelijke omgeving. Wat zijn nu de grootste vooroordelen van mensen die in een stedelijk gebied wonen als het gaat om hardwerkende boeren, de agrarische sector? Oh, en dan vraagt u het aan mij. Ja. Ja. Nou ja, ik kom zelf natuurlijk ook uit een dorp, dus dat ik vind dat altijd wel lastig. Kijk, ik heb de behoefte om daar niet zo te zeggen van dat zijn stedelingen of dat zijn plattelandsmensen, maar ik denk dat er wel een grote besef moet komen bij ons allemaal dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Want het lijkt nu soms een soort van vingerwijzen te worden naar of natuur, of naar boeren, of naar overheid, en of naar burgers. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar in gesprek gaan. En dat we kijken waar we elkaar kunnen vinden. En soms zijn er natuurlijk dingen waar we elkaar niet in kunnen vinden. Dat gebeurt soms. Maar ik denk dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen. En eigenlijk zeg jij, we moeten juist op zoek naar die overeenkomsten. Absoluut. Ga die benadrukken, ja. Dat is beter dan de verschillen te benadrukken. Willemien, jullie hebben ook een veebedrijf, hebben jullie? Zijn jullie nou te springen? Zijn jullie een traditioneel veebedrijf? Of wil je juist de omslag maken naar natuurinclusieve landbouw, veeteelt? Hoe sta jij daarin? Ja, we hebben een gangbaar melkveehouderijbedrijf. Ja. En we hebben ook wel wat akkerrandenbeheer, botanische akkerranden. We hebben een eilandje met natuurbeheer, erfbeplanting met bomensingels. Dus we proberen dat toe te passen. En de zoektocht is wel naar de goede manier om dat te doen. En dan ook nog je verdienmodel overeind te houden. Want daar zit wel de grote vraag van hoe meer je gaat omschakelen en dingen anders gaat doen. Als je productie daardoor daalt, moet er wel compensatie voor zijn. En die is er niet. Want als je minder melk levert en je krijgt geen hogere prijs omdat je meer natuurinclusief bent, dan kan je dat financieel soms niet redden. Dus dat verdienmodel, daar moet echt naar gezocht worden. Als boeren meer natuurinclusief moeten worden, hoe ze dat dan kunnen doen. Boeren willen wel, maar ze moeten ook precies. De mogelijkheden moeten er ook zijn om boeren te helpen. Ja, het is gewoon een zoektocht die ik wel bij heel veel boeren zie. Boerengezinnen, maar er moet wel een verdienmodel in zitten. Maar bijvoorbeeld die natuurlijke akkerranden, worden die gesubsidieerd? Nou, daar zit compensatie voor? Ja, daar zit een kleine subsidie op, maar dan is dus ook weer de zoektocht. Want bij ons komt er heel veel onkruid in, maar je mag het niet maaien, de koeien mogen er niet lopen. En dat is dan wel weer een heel groot nadeel. Hoe ga je daar dan mee om? Dus het is ook niet dat allemaal zo geweldig is. Dus dat is gewoon in zijn geheel een zoektocht. Hoe gaan we daar met elkaar mee om? Louise, wat mij nou bezighoudt, we hebben het onderwerp natuur, water, landbouw. Hebben jullie als NME ook inzicht in, van de Natuur- en Milieufederaties, ook inzicht in wat er gebeurt met watergebruik? Is dat nu, gaat dat anders bij een traditioneel boerenbedrijf dan bij een natuurinclusief bedrijf? Zit er verschil in? Zo. Wij kunnen het namelijk als waterschap op een gegeven moment niet voldoende water meer aanvoeren als in de tijden van droge zomers. Begrijp ik. Ja, er is niet één antwoord op te geven. Ik denk dat het wel problematiek is die we wel zien als federaties en waar we ook kijken van wat zijn dan concrete oplossingen die we kunnen aandragen hiervoor.
Nou ja, ik zit even te denken, want we hebben niet heel concreet op waterprojecten lopen. Maar wat wel daartegen aanschukt is een project als Valuta voor Veen. Waarin we dus inderdaad ook kijken naar het verdienmodel voor boeren. Maar ook het pijl opzetten, hè, op veengebieden. Zodat je langer... Je zorgt er eigenlijk voor dat door het opzetten van het pijl geen veenoxidatie plaatsvindt. Waardoor er minder broeikasgassen worden uitgestoten. Dat zorgt weer voor minder klimaatverandering. Boeren kunnen daarvoor dan weer certificaten krijgen en die kunnen ze weer verkopen. Dus dan hebben ze aan de andere kant hebben ze daar ook wel weer een compensatie. Dus we kijken op die manier, proberen we heel concreet naar projecten te zoeken die wel oplossing bieden. En inderdaad ten aanzien van hoe ga je het betalen, is dat een optie. Ja, nu weet ik zelf dat als het gaat om veenweidegebieden, dat pijl omhoog zetten is één ding. Daar kunnen we onze nationale regenton voor gebruiken, bijvoorbeeld het IJsselmeer. Maar er zijn heel veel boeren en inkomens afhankelijk van dat IJsselmeerwater. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment ook weer schaarste moet gaan verdelen. Dat betekent ook keuzes maken en perspectief proberen te bieden als overheid. Ja. Oké. Ja, maar er zijn ook hele andere goede voorbeelden. Hè. Ik was vrij recent bij een boer die kruidrijk grasland had ingezaaid. En die bleek eigenlijk vorig jaar zomer zijn opbrengst beter te zijn dan zijn buurman die dat niet had. Omdat er kruidrijke grassen dieper wortelen en daardoor dus langer water op kunnen nemen uit de grond. En ze zijn ook, weet je, er zit een absoluut stuk in dat je inkomsten dalen, zeg maar. Maar aan de andere kant zitten er ook soms zelfs voordelen aan. Dus het is ook goed om te zoeken naar van wat helpt je wel en wat helpt je niet. En ook ten aanzien van water dan. Ja, maar Willemien zegt, daar moeten we wel bij geholpen worden bij die zoektocht. Tuurlijk. En er moet ook ruimte voor zijn. Willemien, jij bent naast boerin ook actief als statenlid, hè, wat ik zei in Noord-Holland. En bent voorzitter van de vakgroep Vrouwen en Bedrijf van LTO. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw voorwerp. Dus naar het mandje streekproducten, zakdoek, de kaas. Krijgen we iets anders te zien van Jan? Wel weer een zakdoek. Ja, want ik was gevraagd iets mee te nemen wat ook wijst op die positie van die vrouwen op het agrarisch bedrijf. Ja. En heb ik dus een laptop en een rode zakdoek meegenomen. Want wat wij dus ervaren is dat toch veel mensen vanuit de steden tegenwoordig toch een verkeerd beeld leeft over de agrarische vrouwen. Dat ze nog denken dat we met rode zakdoeken rondlopen en eigenlijk alleen maar op dat bedrijf bezig zijn achter. Maar wat een moderne agrarische vrouw is heel veel bezig met computer, is gewoon een agrarische vakvrouw die meestal ook de boekhouding doet en die gewoon ook modern in het leven staat en een modern bedrijf leidt. Dus het is ook belangrijk dat mensen daar een goed beeld van hebben om niet de verkeerde verwachtingen te scheppen van die agrarische bedrijven. En 95% van de bedrijven in Nederland zijn gezinsbedrijven, waar dus een agrarische familie ook leeft. Dus het is goed dat mensen dat weten. Ja, bij deze, mooi. Mooi. Dat is heel mooi. Ik heb allerlei vragen voorbereid. Bijvoorbeeld de sleutelrol van de vrouwen binnen de boerenbedrijven. Maar die geef je nu in feite, heb je met de inleiding al aangegeven. Daarmee maai je mijn gras een beetje voor de voeten. Maar ik kijk eens even naar Roelof. Herken jij dit? Ja, uiteraard. Uiteraard. We hebben allemaal een... Vaak zijn veelal vrouwen ook goed geschoold, goed onderlegd. Dus die hebben daarnaast alleen het medewerkzaam zijn in het bedrijf ook echt een moederrol. Dus heel veel kinderen, zulke dingen. Maar wij hebben nog altijd steeds, mijn vader en ik willen heel graag nieuwe dingen. Nieuw shovel. Kan niet altijd, want dan moeten we eerst naar de moeder de vrouw. Want eigenlijk is dat, wij zeggen altijd, dat is de directrice. Gekscherend zeggen we dat, maar het is altijd zo. Want zij hebben vaak een veel meer objectiever beeld over dingen, investeringen, dan dat wij... Wij mannen zijn toch vaak een beetje van, mooie koe, mooie trekker. We willen het allemaal goed voor elkaar hebben. En dan moeten we dat verantwoorden. Want de vrouw doet veelal misschien wel niet de belangrijke zaken in het bedrijf. Dan wel niet de rode lijn. Oh. Jan. Yes, het is eventjes rustig in de chat. Maar vanuit mezelf, uit interesse de vraag. Zijn er ook bepaalde campagnes of andere manieren waarop jullie bezig zijn om wellicht die misconcepties die erover bestaan, om die weg te nemen bij mensen, of dat nou uit de stad is of andere delen van het platteland? Ja, er zijn heel veel activiteiten zoals boerenburgers. Dus op Twitter, Facebook worden heel veel dialogen opgestart. Wij doen vanuit vrouwenbedrijven doen we dat ook. Dialogen met vrouwen, bijvoorbeeld met de organisatie als Vrouwen van Nu, om te praten over voedselteelt.
Er zijn ook toneelstukken, locatietheater, wat Mestmoeders, wat nu draait, ook in Drenthe. Waar je dan ook een toneelstuk ziet over boerinnen. Dus ja, er wordt wel heel veel gedaan om dus die relatie te leggen tussen stad en platteland en het beeld over en weer goed helder te krijgen. Klinkt goed. Mooi. Ik ben vooral heel benieuwd naar die toneelstukken, dus dat ga ik straks nog eventjes bij navragen. Jan is ook van de toneelstukken. Yes. Oké. Okay. Ja, en heeft daaruit een mooie bijdrage geleverd al aan het festival eerder vanochtend. Willemien, je had het over de verdienmodellen. En daar hadden we het net al een beetje over. Is het nou een oproep aan de boeren of is het een oproep aan de banken of aan de beleidsmakers of aan het kabinet? Hoe moet ik dat zien? Wat gaat er fout op dit ogenblik? Want er zijn natuurlijk heel veel discussies, hè, over natuurlijk ook binnen de boerenorganisaties zelf, hoe ze omgaan met de samenleving. Een gevoel van onbegrip is volgens mij ook heel duidelijk binnen de sector. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik denk dat het vooral nu een kwestie is ook van de beleidsmakers op alle niveaus, rijk, provincie. Er moeten dingen veranderen, dingen moeten meer natuurinclusief. De indeling van het landgebruik, er moeten woningen gebouwd worden, er moet natuur versterkt worden. En die druk komt allemaal bijna op die agrarische sector neer. En die verandering, die kunnen veel mensen wel maken en willen veel mensen wel maken, maar daar is tijd voor nodig. Dat kan niet van vandaag op morgen. En er is tijd nodig om nieuwe verdienmodellen te zoeken, zodat die bedrijven wel door kunnen gaan. En dat geldt dus ook voor het stikstofverhaal, maar dat geldt dus ook voor alle andere druk die uitgeoefend wordt op de agrarische sector, vanuit vele hoeken. Maar waar zou je dan heel concreet aan willen denken? Wat moet er, als jij nu het kabinet mocht adviseren, wat moet er morgen gebeuren? Er moeten pilots opgezet worden hoe de agrarische ondernemers dus om kunnen gaan met die verandering. En er moet een goede tijdlijn opgezet worden dat het niet over 5 jaar allemaal al anders moet zijn. Want als jij een stal bouwt of als je een stalconcept wil met stro en ruige mest in plaats van drijfmest en je hebt net een nieuwe stal neergezet, dan ben je over 20 jaar pas toe aan de herbouw van je stal en dan kan je dat niet morgen doen. Dus je hebt gewoon die tijdlijn nodig als je dingen wil veranderen. Dus er moeten pilots zijn van hoe ga je dat doen en er moet tijd zijn. En de banken moeten natuurlijk ook meewerken. Want als de banken al met allemaal nieuwe regels komen en allemaal nieuwe eisen, de banken moeten juist iets meer ruimte geven en niet minder. Want de sector wil wel. De sector ziet voldoende in naar jouw idee dat ze een slag moeten maken naar duurzaamheid, natuur inclusief, ander bodembeheer. Volgens mij is LTO daar ook voorstander van. Een groot deel van de agrarische ondernemers uit de sector wil dat. Maar het moet wel realistisch zijn. Er moeten geen eisen gesteld worden waar je het nut niet van inziet of wat nergens toe leidt. Dus het onderzoek moet ook wel doorgaan. En als je bijvoorbeeld hebt over areas en stikstof, heel veel rekenmodellen, ze moeten wel kloppen. Het moet wel ook de werkelijkheid benaderen en niet een papieren werkelijkheid zijn. Want dan krijg je de boeren niet mee. Het moet wel ook met metingen en onderzoek echt goed onderbouwd zijn. Nou merk ik als burger dat er heel veel discussie is over cijfers. Heel veel gegoogel met cijfers. Dat zagen we ook met terug naar de 100 kilometer op de snelweg. En hoe kijk jij daar tegenaan? Is het te veel gegoogel en wat zou er dan moeten veranderen om het wel tastbaar te maken? Nou inderdaad, die cijfers en die papieren werkelijkheid, dat is wel echt een punt waardoor gewoon heel veel vragen leven. En dat zit dus ook bij die stikstofberekeningen, die kritische depositiewaarden die ik net al even noemde en die areas. En dan is het soms niet meer geloofwaardig. Dus er moet echt onderzoek zijn. En dat geldt eigenlijk op alle terreinen. En dat geldt ook voor bodem. Van hoe verbeter je nou je bodem? Er zijn natuurlijk ook gebieden waar die bodem wel al heel goed is. Er zijn ook boeren die hun bodem wel goed op orde hebben. Dus je moet ook niet doen alsof het overal zo slecht is. Want dat is gewoon niet waar. Oké, mooi. Mooi. Echt een appel voor duidelijkheid, lange termijn. Ook ruimte bieden voor lange termijn ontwikkelingen. En niet over één kam scheren. Dus de boer bestaat niet. Het zijn velen die in de agrarische sector werkzaam zijn en daar een boterham willen verdienen en dat op een hele goede manier willen doen. Maar ze moeten ook de kans krijgen om dat te blijven doen. Dat is eigenlijk het pleidooi wat jij hier houdt. Ja, en dan meteen realiseren dat achter dat agrarisch bedrijf gewoon ook een agrarisch gezin zit. En dat gezin moet dat ook kunnen behappen. Want een agrariër die moet op vele fronten moet die actief zijn. Die moet zelfs een boekhouding doen, die moet zelfs juridische zaken doen. Als je veehouder bent, ben je ook gelijk dierenarts. Je moet de verlossingen doen, je moet veevoeding doen. Je moet al zoveel doen, dus het moet wel te behappen zijn. Ook als je daarnaast ook nog in transitie moet.
Als ik nou kijk, Willemien, naar Roelof. Roelof heeft, doet het op een kleinschalige manier. Je hebt een niche-markt. Er is een categorie die kan zich dat veroorloven. Maar er is ook een hele grote categorie in Nederland die kan zich dat niet veroorloven. Dat is ook niet waar jij op merkt. Maar wat moet er gebeuren in de manier waarom wij met voedsel, met de voedselvoorziening omgaan? Zit daar ook nog een sleutel voor de slag die we zouden kunnen maken in onze samenleving? Dat was de vraag aan mij. Ja. Als je wilt. Ja, nee, zeker. Ik denk dat we als samenleving daar ook een rol in spelen. Ik denk ook dat we ook ons langzaamaan steeds meer moeten realiseren dat... En dat is wel een lastige, maar dat... zo'n wat meer transitiegedachte, dat komt ook omdat het voor veel boeren, als ze extra investeren in hun bedrijf, in extra technologische innovaties, gaat dat op een gegeven moment het ook niet meer opleveren in extra productie of een verbeterd product. Dus het wordt ook steeds lastiger om door met extra investeringen te plegen in je bedrijf, om daar extra inkomsten uit te krijgen. Dus ik denk dat er fundamenteel op een andere manier nagedacht moet worden. Dat daar tijd voor nodig is, is absoluut noodzakelijk. Meer een structurele planning, waardoor mensen ook echt ervan uit kunnen gaan van, nou ja, als ik over 10, 20, 30 jaar op een bepaald punt ben, dan gaat het me verder helpen. Maar ik denk dat hetzelfde ook geldt voor consumenten. Dus ik denk dat we ons ook moeten realiseren als consument zijnde dat we op een niet... de afgelopen jaren hebben wij een ontzettende daling in de uitgaven voor voedsel gehad, hè, als maatschappij. We kwamen van ongeveer 25-30% van ons inkomen wat naar voedsel ging. Inmiddels zitten we op ongeveer 10%. En dat is gemiddeld, hè? Dus er zijn altijd minima en maxima. Maar dit is ongeveer het gemiddelde. En dat is wel iets wat we ons moeten realiseren als maatschappij zijnde. Wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld die boer? Wie draait daar dan voor op uiteindelijk? Maar nu zie ik een samenleving die individueler wordt, individualistischer wordt. Ik heb inderdaad dat verhaal over wat hebben wij over voor ons, voor een fatsoenlijke boterham, zeg maar, of een stukje vlees op tafel of whatever. Dat is aardig naar beneden gegaan, hè, dat percentage. Maar de consument, die verwacht misschien wel heel veel, maar denkt ook heel veel met de portemonnee. En zou er ook een rol liggen bij bijvoorbeeld de supermarkten? Ja. Als ik kijk naar alle goede bedoelingen. Ik bedoel, ik koop zelf mijn stukje vlees ook bij een boer à la Roelof dan ergens anders. Iemand die dichter bij mij woont. En ik kan me dat veroorloven. Maar er zijn heel veel mensen die kunnen zich dat gewoon niet veroorloven. En die gaan wel voor die kiloknallers. Maar dat is wel een fabeltje. Want we hebben in Zuid-Holland hebben we op dit moment een aantal korte ketenprojecten lopen. En dat zijn bijvoorbeeld rechtstreeks of lekker nassen in Den Haag. En die bieden lokaal geproduceerd natuurinclusief producten aan. Niet altijd biologisch, dus ik zeg bewust natuurinclusief. Maar die bieden dat ook aan voor mensen met een kleine portemonnee. En zeker lekker nassen doet dat op dit moment. Dus er zijn absoluut wel mogelijkheden om ook voor mensen met een kleine portemonnee goede producten aan te bieden. Maar het vraagt wel wat van die hele sector, inderdaad. En als je nu hoort dat bijvoorbeeld supermarkten, die hebben eigenlijk een centrale inkoop. En voor lokaal geproduceerde producten hebben ze nou maximaal 10% schapruimte. Dan is dat wel iets waar we met elkaar naar moeten kijken. En of we dat kunnen adresseren en oplossen. Ja. Want dat is natuurlijk 10% is wel heel beperkt. En dan heb je al een franchise-nemer die zijn eigen winkel heeft. Dus die daar ruimte voor vrij wil maken. Die daar ruimte voor vrij wil maken, ja. Willemien? Ja, je zei net ook de supermarktketens. Maar als die blijven adverteren met de beste kwaliteit voor de laagste prijs, dan krijg je ook nooit dat omslag in denken. Kijk, als wij met z'n allen willen dat er extensiever geproduceerd wordt en dat er extra eisen gesteld worden, dan moet je dat ook wel willen betalen. Want als jij dat als burger en als kiezer zegt van ik wil dat en ik wil dat beleid, en vervolgens sta je in de supermarkt en koop je producten uit het buitenland of die helemaal niet aan die eisen voldoen, dan ben je natuurlijk niet goed bezig. Want dan gaan we het met elkaar niet bereiken. Nee. Dus ook aan die kant moet er een slag gemaakt worden. Ja. En daar heeft de overheid ook een stimulerende rol in, een verantwoordelijke rol in. Misschien wel een regelgevende rol zelfs. Oké, misschien verder gaan. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij wat jou betreft. Nou ja, ik denk dat je daar best wel wat sturing in kan aanbrengen. Van de week een van de supermarkets heeft aangegeven dat hij zijn melk volledig biologisch wil gaan aanbieden. Nou ja, dat zou je misschien
op meerdere plekken doen. Ja, maar dat is dan wel vreemd, want dan gaan ze zelf het verschil betalen. En dan denk ik van, ja, dat is leuk van die ene supermarkt, maar dan geef je naar het consument nog niet het goede signaal. Dat is waar, ja. Want als jij meer vraagt van die boer, dan moet je toch bereid zijn om daar ook iets meer voor te betalen. Ja. En zo'n supermarkt kan dat natuurlijk ook niet eeuwig volhouden. Die doet dat misschien voor één product, maar niet voor alles. Nee, je zult daar dus landelijk, sectoraal, met de verschillende sectoren afspraken over moeten maken. Maar ook de consumenten op aanspreken om het mogelijk te maken. Ja. Nou, de consument, maar dat is echt een lange adem, hè? De consument is daarin heel belangrijk, want die stemt wel iets. Zeg maar. Die willen allemaal, politiek gezien, halvering veestapel en mensen vinden heel veel. Maar inderdaad, ik merk nog steeds wel dat iedereen die wat vindt, die komt bij mij niet in de winkel. Dus het is allemaal, ja, natuurlijk, ze vinden een lekker stukje vlees voor een goede prijs. Maar als ik al mijn koeien naar de slag zou moeten doen omdat iedereen het goede vlees wil hebben, daar hou ik geen koe meer over. Er is te weinig grond. Dus op de manier hoe wij boeren is voor niet iedereen het. En daarin is ook biologisch, ook wel, ik benadruk het heel mooi dat een supermarkt dat doet, maar het is niet voor heel Nederland haalbaar. Dan is er gewoon te weinig efficiëntie. Er haalt gewoon te weinig uit hetgeen wat er in Nederland te produceren is om het voor iedereen aantrekkelijk aan te kunnen bieden. Plus die prijs die zou dan gewoon, die is zo bepalend voor mensen. Je kunt niet verwachten dat mensen, je kunt letterlijk mensen niet verplichten, want misschien is dat wel hetgeen wat je bedoelt, maar te vrijblijvend, is dat je zegt, nou, jullie verwachten dat de Nederlandse boeren die standaard voldoen, maar dan moeten ook alleen maar Nederlandse producten in de supermarkt, in dit geval supermarkten, aangeboden worden. Maar wat er gebeurt is, we zeggen dit, maar we doen dat. En dat is wel, dat is mens eigen en dat is, ja, daarin heel lastig. En ik snap de frustratie van heel veel collega veehouders. Dat ze daarin zeggen, ik word helemaal gek, ik ga weg. Die kunnen daar gewoon, daar kun je geen bedrijf op zetten. Ja. Maar gaan weg in de term, in de zin van emigreren. Oké, maar op een gegeven moment is Canada ook stoppen. Mijn oom is in 1952 is hij daar naartoe gegaan, woont er nog steeds. Heeft de Ten Brink Clan in British Columbia is opgebouwd zo ongeveer. Maar daar wordt het ook steeds drukker. Dus de vraag is of dat de uitweg is naar de oplossing. Nee, uiteindelijk is het allemaal nijpend. Daar hebben we al een paar keer eerder al over gehad, over grondhonger. Dit is Nederland en we hebben het allemaal mee te doen. Wij agrariërs zijn afhankelijk van natuur, maar we zijn afhankelijk van de consument. De consument moet zich ook heel erg bewust zijn dat de laatste jaren een heel erg consumptiemaatschappij is geworden. Dat je zegt zelf, het uitgaven in voedsel is naar beneden geklapt. Maar er wordt allemaal rommel wordt er gekocht. Wat mensen kopen maar gewoon goedkope troep, zeg maar, even lullig gezegd, een weggooimaatschappij. Allemaal grote tv's, om zoveel tijd een andere auto, ja. Oké, er zit ook, dat is alweer een thema voor een ander thema. Wellicht voor het volgende dorp. Ja, maar het is wel een, kijk, uiteindelijk is het zo, de maatschappij ben jij en beter milieu begint bij jezelf. Die leuzen, dat is echt zo. En dat begint ook bij jezelf. Wat geef je uit in de winkel en klopt dat met hetgeen wat je wilt? En het is allemaal heel makkelijk te krijgen. De iPhone is dan belangrijker, wellicht de nieuwe iPhone dan ik noem het apparaat van Samsung. Ja. Anders maak ik ook nog weer reclame. Maar dan goed nadenken over je voedselproductie. Terwijl na de oorlog, dat klinkt dan heel, heel aanmatigend, we veel meer met voedsel bezig waren. Het is er allemaal, in veelvoud, dus je kunt kiezen. We moeten gelet op de tijd, vrienden. Moeten we eens even kijken naar wat final remarks van deze talkshow alweer. Ik zat te denken, toen ik dit voorbereidde, ik heb mensen van verschillende pluimage. Dat vind ik wel heel mooi altijd. Maar als je nou, jullie hebben goed naar elkaar geluisterd, er ontstond wel een mooi gesprek. En dit zouden we nog heel lang kunnen voortzetten, gaan we niet doen. Maar wat pik je nou op van wat een ander heeft gezegd, waarvan je zegt van, hey, maar daar ga ik verder over nadenken. Als ik weer terugrij naar richting de Krimpende Waard of Noord-Holland. Ja, Eeksterveen is wat dichterbij, daar ben je zo uit. Maar wat is blijven hangen? Even een kort rondje. Nou, iets wat ik op zich ook wel in mijn beeld heb, maar het gaat wel om gezinnen. En dat gaven jullie eigenlijk beiden ook alweer aan. Het gaat wel om, nou ja, voor mijn gevoel ook backbones voor dorpen. En het gaat wel om gezinnen en mensen achter de boeren. En ik denk dat we daarin met z'n allen goed over na moeten blijven denken. Ja, niet te makkelijk een oordeel hebben over een hele sector. Er zitten altijd mensen zitten erachter. Ja. En daar hebben we ook de zorg voor als samenleving. Absoluut. Willemien, mooi. Ja, wat Roelof net zei, van het woord troep van de consument moet kiezen van waardevol voedsel of wat jij dan noemt troep of dat wegwerpmaatschappij.
Maar ik denk ook dat we in Nederland juist al met onze voedselproductie iets heel goeds produceren. En hele waardevolle producten hebben. En zo goed mogelijk omgaan met de natuur. En ik hoop ook dat mensen zich dat realiseren. Dat het allemaal niet zo slecht is. En dat dat beeld gewoon ook weer kantelt. Dat dat imago van de sector ook goed wordt. Ja, en goed blijft. Ja, dat is met name heel belangrijk. Dat komt ook met name, wat pik je op en wat komt bij jou binnen als zijn berichtgeving wat jij ervaart. Okay. Daarin zijn hele heldere cijfers, wat jij benoemde, heel belangrijk voor mij. Roelof, wat blijft er bij jou hangen? Nou ja, met name wat Willemien zei over de cijfers die heel betrouwbaar moeten zijn. En daarin is een overheid ook gewoon heel leidend eigenlijk, betrouwbaarheid. Want anders kunnen wij, hoe kan ik mijn bedrijf later overdoen aan mijn kinderen? Dat is gewoon heel belangrijk. Natuurinclusiviteit. Ja, we zullen er gewoon wel... Het eens zijn over de feiten, moeten. Zeg jij. Dat is gewoon... Ja, mijn opa zei altijd, je moet de kerk in het midden laten. Ja. Dus je moet met z'n allen, we hebben het hiermee te doen, samen. Mooi, dus we moeten afronden. Jan, knipt, ja. Van jouw kant. Ja, nou, jullie zeggen het alle drie en het komt ook steeds weer terug. Inderdaad, het bewustzijn onder consumenten is er op het moment nog niet voldoende. En dat zou er meer moeten zijn. Dus denk even hardop. Maar ik zie ook een grote rol ook voor het onderwijs. We hebben bijvoorbeeld maatschappijen waar we leren over de politiek. Maar we zouden ook over dit soort dingen moeten leren. Want dit hoort ook zeker bij maatschappij. Ja, mooie afronding. We gaan afsluiten. Deze talkshow, de laatste talkshow van de ochtend, of van de dag moet ik zeggen, zit erop. Het was voor velen een lange dag, maar het is nog niet afgelopen. Er zijn nog een aantal programma-onderdelen en straks natuurlijk de afsluiting door de burgemeester Annewietse Hiemstra. Ik dank mijn gasten en ik zou zeggen een fijne dag verder en tot ziens.